Paul, ik heb iets op mijn kerfstok, zoals dat zo mooi heet, en ik woon en werk in Dubai. Wat zijn mijn risico's? Is er eigenlijk een uitleveringsverdrag? Ja, deze vraag heeft natuurlijk niet 1, 2, 3 te maken met bedrijfsstart, maar kan relevant zijn. Op 9 mei 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een uitleveringsverdrag tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland. Het is nog niet geratificeerd, want het moet nog door de Eerste Kamer heen. Maar als je nu denkt dat dit goed nieuws is, moet ik je teleurstellen, want de Verenigde Arabische Emiraten handhaaft eigenlijk al een hele tijd alsof het verdrag al geratificeerd is. Dus heb je iets op je kerfstok? In tegenstelling tot wat Twitter vindt, vind ik Dubai helemaal niet de beste vluchthaven voor drugsbaronnen en wat dies meer zij. Waarbij ik natuurlijk helemaal niet weet of jij in de drugs zit, want ik weet niet wat je op je kerfstok hebt. Maar nee, er zijn andere plaatsen. Bosnië komt binnen in mijn geheugen. Waar helemaal geen uitleveringsverdragen zijn en waar je dus in elk geval het wat langer vol zou kunnen houden dan in Dubai.